die Oekraïense bevolking hier, die wel degelijk toont, hè, mensen, die wel degelijk toont dat ze willen inburgering. Meer dan één van de twee van die mensen op beroepsactieve leeftijd, die volgt lessen Nederlands. En toch, mensen, toch zien we dat er maar 27% van die mensen aan de slag is. En dan moet je gaan kijken naar de oorzaak en dan moet je die oorzaak durven benoemen. En dat is het feit dat ze dat automatisch leefloon krijgen van de Vivaldi-regering. Het is desastreus dat ze op die manier onmiddellijk dat leefloon krijgen in plaats van bed, bad en brood en begeleiding, waardoor ze veel meer gemotiveerd worden om aan de slag te gaan. We hebben al drie keer in de Kamer dat voorstel op de agenda geplaatst. De minister, ik zou ook vanuit Vlaanderen dat signaal willen geven.